Dit is een haverblok. Daarnaast hebben we hier ook de lagere gewassen nog. We hebben de gerst. Die zit al wat langer zeg maar in de aarde. Die heeft van die mooie lange haartjes erop. We zijn hier in Leusden bij onze demoakker. Dat is een demoakker van Utrecht Oost. En daar werken we als collectief Veluwe ook aan mee. Dat is een demoakker waar we samen met boeren, maar ook samen met andere collectieven willen leren over natuur en inclusieve landbouw. En ook vooral ook over de gewassen waarmee we werken in onze akkerrandenmengsels, in onze wintervoedselakkers. Vandaag zien we eigenlijk de akker alweer wat verder in ontwikkeling, want de vorige keer toen zijn we bij het inzaaien bezig geweest. We hebben hier een aantal graanblokken, daar gaan we zo meteen even wat over vertellen. We hebben wat akkerrandenmengsels, ook van andere collectieven die wat zaad hebben aangeleverd, wat mengsels. Dus dat is eigenlijk een mooie manier om van elkaar te leren in de praktijk. We hebben ervoor gekozen om best veel granen op onze demoakker te doen. Omdat graan een heel mooi rustgewas is voor de bodem. Daarnaast is het ook mogelijk om het te verwaarden als veevoer. Er zijn ook nog best wel veel uitdagingen. Want voordat een graan geschikt is om op te voeren aan vee, moet het of ontzuurd worden. Of zeg maar met een zuur bewerkt worden om het te ontsluiten. Of het moet geplet worden. Dus dat is ook weer een extra investering voor de boer. En als je kijkt naar natuurinclusieve landbouw, dan wil je vooral je wil dat de boer daar zijn brood mee kan verdienen. Dat je goede producten kan verbouwen. Maar je wil ook wat teruggeven aan de bodem. Dus een afwisseling van rustgewassen en zeg maar de cash crops, dus de rooigewassen, is dan eigenlijk wel heel mooi. Want door die afwisseling kun je ook de bodem duurzaam beheren. Dit is onze wintervoedselakker. Met grote zonnebloemen zoals je al ziet. Dat is echt heel cool. Dit is het eerste jaar dat we de zonnebloemen erbij in hebben. En ook hebben gekozen voor wat meer bloei erin. We hebben hier de boekweit. Nog eventjes op inzoomen. Dus dat is ook wel mooi ertussen. Dus de wintervoedselakkers die zijn met name voor zaadetende vogels. Maar door toch nog wat bloei toe te voegen met de zonnebloemen en de boekweit, kunnen we ook voor insecten wat leveren. En ook voor mensen die er langs fietsen is het een mooi aanblik. Dus dat is ook wel belangrijk. Dit is het eenjarig mengsel van de Vala. Het is wel mooi om er eventjes zo overheen te filmen, want hier zit ook heel veel koolzaad in. En koolzaad is een heel mooi gewas. Het voordeel van koolzaad is dat het ontwikkelt zich vroeg genoeg om ook melden voor te zijn en verschillende onkruiden die zich heel vroeg ontwikkelen. Nadeel is wel dat het oliehoudend zaad bevat, dus dat het eigenlijk voor akkerbouwers, die zien dat het liefste niet. Maar het is best wel moeilijk om die afweging te maken, vooral als je zo'n mooi veld als dit ziet. Boekweit, voor ons echt een favoriet voor de wintervoedselakkers. Je ziet dat er heel veel insecten opvliegen, maar hij levert ook zaden voor vogels. En het is eigenlijk een heel mooi plantje en van oudsher past het ook goed op de zandgronden. Dus we zoeken ook iets wat ook cultuurhistorisch ook aansluit en dat is dit gewas zeker. We hebben de lupines gekozen voor ons testveld omdat het eiwit van eigen land is. Dus ook als we kijken naar het sluiten van kringlopen en het telen van eigen krachtvoer, dan is het logisch om vooral te kijken naar eiwitbronnen. Dus dan hebben we het dus over een veldboon, soja zou ook kunnen, die staan ook wat verderop. En dus twee soorten lupines. Dus we hebben gewoon wat verschillende dingen gepakt om te kijken van hoe komt het op en wat doet het. Het schoonhouden van gewassen is ook nog best wel een uitdaging, vooral als je niet met chemie wil werken. We zien op zandgrond heel veel melden die snel opkomt, maar ook giftige planten zoals bijvoorbeeld doornappel en zwarte nachtschade. Die komen we zo meteen ook nog wel tegen. Sommige dingen op dit demoveld zijn heel goed gelukt en andere niet zo goed, maar daar zit ook wel weer waarde in. Want we willen niet alleen laten zien wat mogelijk is, maar ook welke dingen gewoon lastig zijn. Zodat we daar samen met deelnemers en andere collectieven over na kunnen denken hoe we het beter kunnen doen. We hebben voor mengteelten gekozen, ook omdat het kansen biedt voor de bodem. De vlinderbloemige die pakt zijn eigen stikstof en die legt dat vast in de bodem. Dus dan heb je plantgebonden stikstof, wat voor duurzaam bodembeheer weer gunstig is. Daarnaast kunnen vlinderbloemigen ook de teelt van een graan weer aanjagen. Dus de plant ondersteunen om meer massa te maken. Ik was eigenlijk wel heel benieuwd hoe de erten het zelf zouden doen. Omdat de ert van zichzelf best wel snel gaat liggen. Dat zie je eigenlijk in dit gewas op zich helemaal niet terug. Dus hij houdt zichzelf echt best wel mooi staande. Je kan hier de boontjes wel zien. Al best wel mooie bonen in. Dus dat is eigenlijk best wel mooi. Dus een ert kan gewoon ook een voedergewas zijn voor vee.
bij mengteelt is het wel altijd zo, je moet altijd je oogstmoment goed kiezen. En het ene jaar zal misschien de veldbonen of de vlinderbloemige zich beter houden. Kies je misschien daarvoor. En het andere jaar zul je misschien meer voor graan kiezen, omdat het graan het beter doet. Dus dat is ook weer een voorbeeld van natuurinclusieve landbouw in de praktijk. Dat je gewoon werkt met wat de weersomstandigheden zijn en wat je bodem op dat moment doet. Dat is eigenlijk wel een lastige vraag. Waarom we niet één verschillend mengsel doen. Maar misschien is dat eigenlijk ook wel een kwestie van maatwerk. Uiteindelijk wil je gewoon het samen ontwikkelen van mengsels die passend zijn voor de regio. Is misschien eigenlijk ook wel als proces net zo belangrijk als het eindresultaat. Dus ik vind het eigenlijk wel heel prettig werken. Vooral omdat je ook wel... Dat je ook wel meer kan leren van elkaar. We zien hier ook wel, ze hebben hier ook wel weer vlaster bij in gedaan. En dingen zoals akkerscherm, wilde peen. Vaselia zie je eigenlijk best wel veel terugkomen in onze mengsels, wat eigenlijk een cultuurgewas is. Maar wat wel heel veel makkelijk toegankelijk is voor heel veel insecten. Dus het zijn allemaal wel keuzes. En op het moment dat we die keuzes ook naar buiten toe kunnen onderbouwen, dan dragen we wel bij aan een stukje ontwikkeling. Dus dat is wel mooi.